Ik heb hier, achter deze deur, een kelder. En die noem ik al wat gekscherend de mancave. Hier moet ook nog het een en ander aan gebeuren, want er zit hier elektra ook. Ja, het ziet er allemaal niet uit. Maar goed, dat is van later zorg. Het werkt allemaal. Dus ik laat het nog even zo zitten, tot ik wat meer tijd heb. Maar wat ik even wil gaan doen, is hier iets van een soort voorraadplank maken. En dan net zo dat je niet je kop eraan stoot natuurlijk, want dat is niet handig. Ik heb hier wel wat planken, maar ik moet elke keer die trap af. En dat zijn hele kleine treetjes. Het ziet er allemaal niet uit hier. Ik heb hier nog een kastje staan. En daar staat al wat voorraad op. Voor de rest is het hier gewoon een zootje. Maar dat maakt niet uit, want je ziet het toch niet. Maar het is wel handig als ik hier, als ik binnenkom, gelijk kan pakken wat ik eventueel nodig heb. Dus gewoon een plankje voor wat kleine dingetjes. Groentes die bijvoorbeeld in blik zitten of dat soort zaken. Hagelslag, pindakaas, noem maar op. Dat ik dat hier op een plankje kan zetten. Dat ik het zo kan pakken als ik het nodig heb. Ik ga het maken van MDF. Want dat heb ik toch nog over. Niet het beste materiaal, maar ik zei al, ik heb dat nog liggen. Dus ik ga het niet weggooien. En dat is mooi zat om daar een plankje van te maken. Ik moet hier even een stuk afzagen. Ik heb één deel al gezaagd. Dat is 9 mm MDF. En dat wordt de bodem, dus de onderkant. En dit is 18 mm, dat worden de zijkanten. Opbergruimte kan je nooit genoeg hebben. En ja, zo'n plankje gewoon simpel op de trap is natuurlijk heel handig, denk ik. Ik moet hier even een strook van afzagen die ik nodig heb. Doe ik even met de gewone cirkels aan, want ik heb geen ruimte om dat op die zaagtafel te doen. Ik heb hem even afgetekend. Nou, het is niet handig zo. Zo. Hatsje. Dat enorm gezellige geluid wat je op de achtergrond hoort. Het kacheltje. Het is hier anders volgens mij min 5 graden. Dus, nou, buiten is het min 5 graden. Hier is het natuurlijk een stuk warmer met al de isolatie. Nou, het is hier wel een graad of min 3. En dan is zo'n kacheltje wel prettig natuurlijk. Alleen het geluid niet. Kijk, en nu heb ik een mooi handzaam stukje wat ik op de zaagtafel kan zagen. Want wat ik nodig heb zijn stukjes van 20, als ik het goed heb. Ik heb even een klein tekeningetje gemaakt, gewoon heel simpel. Dit is alles wat ik nodig heb. Een paar zijpaneeltjes en een onderkant. En dat moet dan zo in die trap passen. Ik hoor iedereen altijd van, dat MDF dat moet je niet gebruiken, dat is zulke rotzooi. Dat is ook wel zo. Maar het is wel ideaal materiaal om te bewerken. Het is heel makkelijk te bewerken. Het is makkelijk te schilderen, want het is natuurlijk super glad. Dat kan je van bijvoorbeeld een multiplex niet zeggen. Dat moet je echt heel goed schuren om dat een beetje glad te krijgen. En voor dit soort doeleinden is het ook prima geschikt. Verf je erover en het is gewoon helemaal goed. Nu 15. Ik heb weer mijn oude vertrouwde houtlijm. Dat vind ik toch wel de fijnste houtlijm hoor, dit moet ik eerlijk zeggen. Ik wil geen reclame maken, maar het is wel zo. Zo moet het komen. Dit is 20. Dit is 15. Dan zou het zo moeten komen. Dit zijn de zijkanten. Die worden tegen de zijkant van de trap gemonteerd. Nou, dit kan ik er gewoon oplijmen, maar dat schroef ik ook nog wel even vast. Want er komt natuurlijk wel gewicht op. En dit komt aan de onderkant van het traptree, dit gedeelte. En hier kun je wat opzetten. En dan hoop ik dat die niet door gaat buigen, maar dat verwacht ik niet, omdat die hier natuurlijk vast zit aan die trap. Dus dat moet goed gaan. Daar ga ik wel vanuit.
Oh ja. Het moet er wel gelijk goed staan, want anders zit alles onder de lijm. Ik zet ze even vast met een paar nietjes. Dan zit hij in ieder geval op zijn plek. En dan zet ik er nog wel een paar schroeven bij. Oh ja. Ik was te laat met mijn nietjes. Zo dan. Nou is die eigenlijk zover klaar, maar ik wil er toch nog wat aan doen. Namelijk, hier nog een stripje tussen. Gewoon om hem wat dikker te maken. Dezelfde dikte, dus dan krijgt hij dezelfde dikte als dit. Maar dan kan het spul er ook niet afglijden. En ik heb gelijk wat meer stevigheid. Ik heb deze strip gezaagd en dan doe ik het even heel makkelijk. Dan heb ik gelijk de goede maat. Ja. En dat moet dan hier tussen passen. Nou, dat is helemaal goed. Kijken voor de zekerheid. Dat gaat net niet helemaal lekker, zie ik. Dus ik moet andere nietjes hebben. Maar ik heb nog kortere, dus... Nou, dat ook maar net aan, hoor. Nou, nee, ik heb geen kortere. Jammer. Jammer, joh. Nou, dit laat ik even drogen en dan kan ik het afwerken. Ik zorg er wel even voor dat dat nietje natuurlijk weg is, want... Het doet zeer als je daar met je vingers aan zit. Nou, eerst maar even kijken of die past voordat ik hem ga schilderen. Nee. Past niet. Zo. Kijk, dat gaat helemaal goed. Keurig. Oké, weet genoeg. Ik krijg hem alleen een beetje moeilijk op zijn plek. Zo. Valt niks te lachen, hè, trouwens. Nee, geen gein. Geen gein. Oh, mijn latje gaat los. Dat is ook geen gein. Nou goed. Of maar een paar schroefjes erin. Oké. Ik kreeg van een abonnee een tip dat je MDF ook met voorstrijk kan voorbewerken. Dan had ik dit nog staan. Dat komt van AC Tion vandaan. Action. En dat heb ik erop gesmeerd. En volgens mij werkt dat wel. Dus kijk, ik ga nu schilderen. Kijken wat het effect is. Ik denk wel dat het werkt. Want ik had hier één randje wat ik niet in die voorstrijk had gezet. En daar kwam allemaal schuurslijpsel af. En van de rest niet. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Oké. We gaan aan de gang. Nou, ik heb hem geschilderd. Dat heb ik maar niet gefilmd, want dat heeft niet zoveel zin. Maar ik heb wel weer een stomme fout gemaakt. Uiteraard. Want wat is een project zonder fouten natuurlijk. Ik had die verf gepakt en ik sta het lekker te verdunnen met terpentine. En het is watergedragen verf. Dus ik ben benieuwd of het een beetje behoorlijk opdroogt. Ik had er gelukkig nog niet zoveel in gedaan, maar ja, ik gebruik eigenlijk nooit watergedragen verf, want ik hou daar helemaal niet van. Ik vind kleren zo. Dus vandaar dat ik er ook helemaal niet op rekende. Maar goed, we kijken wel wat het wordt. Ik heb die tray dus gedeeltelijk geschilderd. Dus deze heb ik geschilderd en deze. De rest moet ik nog doen. Dat heb ik bewust gedaan, want ik wil nu die plank ophangen. Dan heb ik die in ieder geval klaar. Ja, voor de rest is die hele... trap en zo, dat is nog een zootje. Dan moet hier ook nog het een en ander gebeuren. Maar dat is van later zorg.
Eerst wil ik nu die plank ophangen. Dus vandaar dat ik even een gedeelte heb geschilderd. Ik heb even afgetekend waar het gaatje moet komen. En dat boor ik even voor. Aan de andere kant kan ik dat niet doen, want dat is een gewone muur. Daar kan ik niet zomaar een schroef in draaien. Die moet ik met een betonboor doen. Dus die andere kant die doe ik even aan de onderkant. Heb ik ook afgetekend. Zo. Dan ziet het er hier niet zo mooi uit, maar dat komt tegen de trap, dus dat is niet zo'n ramp. Maar ik haal er even een verzinkboordje overheen, dan is die wat netter. Kijk, dat is het mooie als je het in de garage voorbewerkt of in je werkplaats. Dan kan je het er in één keer inzetten. Ik moet hier even een draai maken. Dat heb ik niet goed gedaan. Want hij moet andersom. Ik heb een verkeerde draai gemaakt. Zo. En dan moet hij hier netjes tussen. Schroefje erin. Daar zijn. Dan zit hij eigenlijk al een beetje vast. En dan ga ik deze erin draaien. Zo. Kijk. En als het goed is heb ik hier gewoon geen last van als ik naar beneden loop. En dat is hartstikke prettig. Dus als het nou mee zit, dan kan ik er nog eentje bij maken. En dan kan ik de hoognodige dingen kan ik daar gewoon neerleggen. En dat is hartstikke handig. Hoef ik niet steeds naar beneden te lopen. God, wat ben ik toch briljant. Nou, hier kan echt wel wat in hangen. Dit is best wel stevig. Deze ga ik nou even vastzetten in de muur. En dan is het volgens mij stevig genoeg. En dan moet ik de onderkant nog schilderen. En is het klaar. Nou moet ik hier een plugdraai zien te krijgen, maar dat is best lastig. Ik neem even een lange schroef om die plug erin te slaan. En dan kan ik hem vastzetten. Zo. Kijk. Dit is stevig genoeg. Dat is toch handig voor de meest voorkomende dingen. Heb je het zo voor het grijpen. Die tweede tree die loopt iets anders. Want het is een schuine tree. Dus daar heb ik uiteraard het plankje overal moeten passen. En die hangt ook. Even nog netjes afwerken. En dan is die klaar.